Het is een heel klein doosje met verf. Ik ben echt fan. En zelf vind ik dit makkelijker dan werken met een kwast. Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Elise en op mijn eigen YouTube kanaal Elise Dingen plaats ik creatieve video's. En vandaag heb ik hier voor jou een shoplog met leuke creatieve spullen van Action. Dan begin ik met iets waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben en dat is deze labelmaker. Het is zo'n tang waarmee je dus zelf labels kunt maken. En het lijkt me heel erg handig om te gebruiken op al mijn bewaardozen waar ik mijn knutselspullen in heb. Dan kan ik een label maken met papierblokken, eentje met washi tape, eentje met stickers. Ik ben echt heel erg benieuwd. Leek me heel handig. Hij kostte €3,99. En ik zag daarbij ook nog verschillende gekleurde vullingen. Je hebt pastelkleuren, twee setjes en ook twee setjes met neonkleuren. En dat is toch wel leuk voor de afwisseling. Bij de tang zelf zit een zwarte vulling, maar ik kan niet wachten om de pastelkleuren te gebruiken. En die navulling, die kost €0,99 per pakje. Dan nog iets heel handigs wat ik niet kon laten liggen. Dat zijn deze doosjes. Het is een stapeltje van 4. En het zijn hele kleine doosjes, perfect voor bijvoorbeeld kralen. Ik vind het heel erg leuk om zelf armbandjes te maken. En ik wil het liefst al die kralen apart van elkaar hebben. Dat ze allemaal per kleur in een bakje zitten. Nou, dan is dit natuurlijk wel heel erg handig. Het is een bakje met elk 8 vakjes erin. En daar heb je er dan 4 van. Dus je kan ze op elkaar stapelen, maar je kunt ze ook los van elkaar gebruiken. Handig toch? Iets wat mij heel handig leek voor in mijn bullet journal, maar wat misschien ook handig is alvast voor na de vakantie. Ja, je wil er misschien nog niet aan denken, maar ik geef je de tip toch vast mee. Dat is deze set met fineliners. Er zitten hier echt ongelooflijk veel in. Allemaal vrolijke kleuren, maar de rij hierachter, die heeft ook nog allemaal wat donkerdere kleuren. En ook bijvoorbeeld gewoon een zwart als je die wil. En of je er nou mee wilt tekenen, journalen of schrijven, je hebt 24 stuks in één pak, dus je kunt er zeker een lange tijd mee vooruit. En dan nog iets wat volgens mij nieuw was en waar ik heel nieuwsgierig naar ben, dat is dit setje met aquarelverf. Het is een heel klein doosje met verf daarin en een kwastje erbij. En het lijkt me super leuk om deze mee te nemen, nu het toch bijna zomer is, om te gaan picknicken. Dan neem je een schetsboek mee en je neemt het verfsetje mee en dan kun je gewoon lekker buiten aan de slag. Ja, aan het doosje te zien is het echt een handig formaat, maar laten we hem even samen uitpakken, want ik ben toch wel heel benieuwd hoe dit er nou echt uitziet. Het is een klein wit doosje zoals je ziet. En als het goed is, zit het kwastje erbij in. En dat is handig. Op de verf, daar zit een kaartje met alle kleurnummers. Die is wel handig om te bewaren. Hierbovenin kun je de verf mengen. Dus dan neem je een beetje water mee. En dan kun je hier gewoon je eigen paletten maken, om het zo te noemen. Kwastje zit erbij. Een mooi klein penseeltje met een brushpunt, dus een punt die afloopt van breed naar smal. Onder het kaartje, daar zien we alle kleuren verf. Het zijn wel leuke kleurtjes. Hier kun je volgens mij goed mee aan de slag. En een handig formaat om mee te nemen. Misschien kun je je nog herinneren dat ik een paar shoplogs geleden een embossing en die-cut apparaat liet zien. Die kun je ook kopen bij Action. En met dat apparaat kun je, door middel van dit soort mallen te gebruiken of stansen te gebruiken, kun je figuurtjes uit papier halen. Dus je kunt die figuurtjes in het papier drukken en dat druk je dan weer uit het papier. En dan heb je dus die figuurtjes. Klinkt misschien een beetje vaag, maar ik zal je de verpakking laten zien, dan snap je wel wat ik bedoel. Hier heb je alle onderdelen van een brievenbus zoals je ziet. En deze vormpjes, die drukt het apparaat uit het papier. En als je het allemaal bij elkaar legt, dan kun je dus bijvoorbeeld zo'n kaart ervan maken. Hiervoor heb je dus wel die stans nodig, maar het is echt heel erg leuk om hiermee te spelen. In de winkel zag ik nog veel meer soorten en je kunt al die onderdelen dus bij elkaar gebruiken, maar ook los van elkaar. Zoals bijvoorbeeld met deze vakantieplaatjes die je hier ziet. Je kan hier één vakantiekaart van maken, maar je kunt ook bijvoorbeeld alleen het badpak uit het papier halen of de slippers en die dan weer gebruiken in je travel journal. Echt leuk om eens te proberen. En wat me ook leuk lijkt om te proberen, dat is deze Paint by Number. Hij is een beetje groot. Er waren meerdere soorten in de winkel, maar ik vond deze chameleon wel heel erg leuk. Hier staat dus op welk kleurnummertje waar op de tekening moet. En dan kun je dus eigenlijk heel makkelijk zelf die chameleon inkleuren. Als ik me niet vergis, waren er ook nog een hond, een giraf en een leeuw. Maar ik vond deze chameleon wel het leukst. En het handige is, alles wat je nodig hebt zit erbij. Dus alle kleuren verf hier aan de zijkant en daar. Hieronder zit een penseel. Misschien dat je alleen nog even een klein beetje water nodig hebt. Maar ik denk niet eens per se. Het is ook leuk als cadeautje toch, voor iemand die van creativiteit houdt. Wat misschien ook leuk is als cadeautje, is deze set. Hiermee kan je namelijk zelf een droomvanger maken. Ook deze was er in diverse varianten, maar ik nam deze mee. Alles wat je nodig hebt zit al in dit pakket. En mocht je nou afvragen wat het dan precies is, dat zie je hier op de achterkant van de doos. Dus als je nou in de winkel staat en je twijfelt, zit alles wat ik nodig heb hierin?
Check dan even die achterkant, want daar zie je alles. En wat ik ook zie op de achterkant is dat de haaknaald er niet bij in zit. Die kun je gewoon losvinden in het knutselschap. Maar voor de rest, qua instructies, patronen en alle materialen die je nodig hebt, die zitten er dus bij in. Dan heb ik nog iets wat ik je wel vaker heb verteld, wat ik echt een aanrader vind. Ik vind de dubbelzijdige tape heel erg fijn, maar ook deze glue roller vind ik heel erg fijn. Dit is dus eigenlijk net als correctietape, maar dan met lijm erin. Zo kun je heel handig, heel snel werken in je bullet journal als je snel wat op wil plakken. Of als je misschien een kaart aan het knutselen bent en die wil je een beetje snel in elkaar zetten. Ja, dit is gewoon heel makkelijk. Het werkt heel snel. En het is wat mij betreft echt een aanrader om te hebben. Niet heel bijzonder, wel super handig. Dan nog iets wat ik volgens mij nooit oversla in dit soort video's. Dat zijn namelijk de grote papierblokken. Ik ben echt fan. Deze blokken zijn zo handig. Omdat ze zo groot zijn, dus je kunt er een stukje uitknippen. Maar je kan ook het hele vel gebruiken om bijvoorbeeld een envelop mee te vouwen. Je kan ze gebruiken met die stansen en de embossingmachine waar ik je eerder over vertelde. Ik vind het zo handig. En de printjes en de kleuren zijn zo leuk. Als eerste nam ik dit blok mee met mooie roze en persik tinten. Er zitten leuke patronen in zoals deze, maar ook bijvoorbeeld bladzijden zoals deze, waarbij je elk plaatje gewoon los kan uitknippen. Ook nam ik dit blok mee en deze is wat meer in een strand en zee thema. Super leuk voor de zomer of voor in je travel journal. Ook dit blok kon ik niet laten liggen. Deze heeft echt heel veel Elise-proof vrolijke kleurtjes. En bijvoorbeeld ook dit soort vrolijke teksten die je dan weer in je journal kunt gebruiken. En het laatste papierblok wat ik meenam is deze Focus on the Good. Deze is wat neutraler qua tinten, maar niet minder leuk. Wat dacht je dan van deze leuke plaatjes? Of dit soort patronen? Dat is toch handig? Maar deze bloemetjes zijn mijn favoriet. Ik blijf het maar zeggen, maar ik ben dol op dit soort blokken. En deze nam ik mee voor €1,99. Dan nog een aanrader. Je zag ze al in mijn laatste DIY video op dit kanaal. Deze acryl paint markers. Ik vind ze zo tof. Het zijn verfstiften die je kunt gebruiken op bijvoorbeeld karton, op hout, maar ook op metaal. Echt heel erg leuk. En zelf vind ik dit makkelijker dan werken met een kwast. Dus als je wat preciezer aan de slag wil gaan met verf, check deze verfstiften. En dan het allerlaatste wat ik meenam dit keer, dat zijn deze 3D pearl drops. Ik nam een blauwe variant en een roze variant mee. En dit lijkt een beetje op glitterlijm, alleen is het dat niet. Je kunt hiermee 3D druppeltjes maken. Dus als je bijvoorbeeld iets wil versieren, ik noem maar wat, een fotolijstje, dan kun je hiermee soort druppeltjes maken en die blijven dan echt 3D zitten. Dus het wordt niet plat als verf, maar het blijft echt 3D, de naam zegt het al. Dan waren dit alle knutselspullen die ik dit keer heb gekocht. Ik ben benieuwd, welke van deze spullen vind jij het leukst? Of heb jij iets gezien in de winkel wat ik moet checken? Laat me dat dan weten in een reactie hier beneden. Zoals altijd wil ik je weer bedanken voor het kijken. En wil je nou geen enkele video missen, abonneer je dan op dit kanaal. Hopelijk tot de volgende video. Doeg!